dit mysterieuze ingetogen schilderij met de monogram HG is van Henri Javex. Henri Javex was een van de vele Franse kunstenaars in de tijd van het Belle Époque en het impressionisme. Het schilderij is mysterieus naar mijn idee, omdat het niet in het geheel laat zien hoe zij eruit ziet. We zien haar mooie, verfijnde gezichtje alleen maar in profiel. Ze heeft een heel mooi, klein mooi detail in het schilderij. Is het pareltje in haar oor, het zwarte bandje om die hoed. Het is van een schoonheid en van een verfijning die naar mijn idee ook alleen maar een Franse kunstenaar kan maken. Javex was bovendien in zijn tijd een hele beroemde, beruchte kunstenaar. Waarom? In het Musée des Beaux-Arts in Bordeaux hangt het meest beroemde schilderij wat hij heeft gemaakt. Dat heeft de titel Rolla. En in het schilderij wordt een slaapkamer, slaapvertrek getoond waar een prachtige blote vrouw op het bed ligt en haar geliefde is reeds aangekleed en doet de gordijnen open. Dat schilderij heeft in die tijd zo'n enorme commotie veroorzaakt dat de hele Franse pers er schande van riep. En het schilderij is op een gegeven moment ook toen de tijd van de Salon 1878 verwijderd. Het contrast tussen deze twee schilderijen kan dus niet groter zijn.